Goedenavond. Welkom allemaal. In het bijzonder de mensen die meegemaakt hebben door hun verhalen aan het tot stand komen van het boek Niet te vergeten, Angerlo, Giesbeek en Latum in de Tweede Wereldoorlog. Ook bijzonder welkom mevrouw Anja van Noël en haar man die namens BMW deze avond bijwonen. Over enkele ogenblikken zal theatergroep IJsbloemen met de speelsters Jannie Oudendijk en Christa Fiske Ik huil mijn vaders tranen opvoeren. Het is geschreven door Martine Faber. De muziek die u hoort wordt gespeeld door Simone Boerstoel, viool, en Mark Kreeftmeijer, piano. De techniek wordt verzorgd door Luc Wanders. Zodra de laatste muziektonen van het toneelstuk hebben geklonken, is er pauze. Na de pauze zullen drie verhalen uit het boek worden voorgedragen. In de pauze is er koffie of thee verkrijgbaar, hiernaast in de wemen. Kunt u moeilijk lopen, dan kunt u ook rustig blijven zitten. De koffie of thee zal u dan hier in de kerk worden aangereikt. De koffie en de thee is gratis. Wel staat er een bus voor een vrijwillige donatie ter ondersteuning van deze bijeenkomst. In de pauze kunt u, als u wilt, het boek bestellen. Inschrijfformulieren liggen hier in de kerk en in de wemen. U kunt het boek tot 1 mei bestellen tegen de speciale voorintekenprijs van €19,95. Vanaf 1 mei zal het boek echter ongeveer €5 duurder zijn. Nogmaals een bijzonder welkom allemaal. Op deze bijzondere avond in dit bijzondere jaar 2015. Het is 70 jaar geleden dat de oorlog is beëindigd. Ook in onze dorp. Daardoor ontstond begin dit jaar het idee bij de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, Henny Swaan, Ina en Geesa Berends, om het boek Tussen tranen en trillende handen uit 1995 weer opnieuw uit te geven. De afgelopen jaren echter is ook het 4 mei-comité verhalen gaan verzamelen uit onze drie dorpen. Er zijn bijeenkomsten geweest waar mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt hun belevenissen hebben verteld. Zo is er in samenwerking met Leen den Westen als redacteur, de Cultuurhistorische Vereniging, het 4 mei-comité, Henny Swaan, Ina en Geesa Berends een geweldig boek ontstaan. De laatste drie, Ina, Henny en Geesa, zijn ook de drie organisatoren van deze avond. Daarvoor is het 4 mei-comité jullie bijzonder erkentelijk. Op vrijdagmiddag 1 mei, om 3 uur zal in het Onderschop te Giesbeek het eerste boek worden uitgereikt aan onze burgemeester Jan de Ruiter. Voor hen die het boek voor 1 mei hebben besteld en betaald, ligt het boek dan klaar om mee te nemen. Op 4 mei zal om 7 uur de herdenking plaatsvinden in de kerk te Angerlo. Ik beloof u dat het weer een hele bijzondere herdenking zal zijn. Ook hiervoor bent u uiteraard van harte uitgenodigd. In deze herdenking zullen ook enkele verhalen uit het boek worden voorgelezen. Tot slot nog even over het boek. Er staan vele indrukwekkende verhalen in. We zijn blij dat u die verhalen met ons hebt willen delen. Vaak hele persoonlijke belevenissen heeft u verteld. De verhalen hebben ons, schrijvers en interviewers, diep geraakt. Bijzonder om een interview te doen
waar zoon en kleinzoon bij zijn, want zij kennen de verhalen niet of nauwelijks van hun ouder of grootouder. Als inleiding op de eenakter, ik hou mijn vader stralen van theatergroep IJsbloemen, enkele citaten uit het boek. In de oorlog moesten we gewoon naar school. Thuis moesten we helpen op het land. We leerden hoe je onder de tafel moest kruipen als er geschoten werd. Of als er gevaar dreigde. Dat er bommen vielen. Er werd ons verteld dat Duitsland de oorlog zou winnen. Daarom moesten we Duits leren. Een ander citaat dat speelt zich af aan het eind van de oorlog op het Malland. Een boerderij die niet ver vandaan. Na enkele dagen vertrokken de Canadezen. Onderduikers en piloten gingen met hen mee. We hebben weinig meer van hen gehoord. Dat heeft mij lang dwars gezeten. Zouden ze wel beseft hebben dat mijn ouders hun leven voor hen gewaagd hebben? De evacuees kon ook weer terug naar de Betuwe, toen het daar weer veilig genoeg was. Omdat in de Betuwe veel vernield was en alles geroofd, zette mijn moeder het kabinet open en gaf veel linnengoed, lakens en slopen en andere huisraad mee. Plotseling waren we met ons gezin alleen. Mijn vader, inmiddels 63 jaar oud, bleef met 5 kinderen tussen de 9 en 17 jaar achter met een kapotgeschoten huis. Een vernield land vol loopgraven en nog geen kwart van de veestapel en de paarden. Nog een verhaal, een stukje. Mijn vader werd in 1939 opgeroepen als soldaat. Hij werd gelegerd in Enkhuizen en later in Wezen. In 1940 moest hij aan de Willemsbrug in Rotterdam vechten. Vader werd krijgsgevangene gemaakt. Hij heeft er nooit over gepraat. Soms niet de afkeer, vaker de liefde. Als verstand en gevoel ieder in een eigen tempo afwijkende paden bewandelen. Waardoor die liefde uiteindelijk verwoordt tot schaamte en schuldgevoel.
huil mijn vaders tranen. Ze mengen zich met de mijne. Om hem die ik lief had, die ik lief heb, over de grenzen van het leven heen. Om hem die een last met zich meedroeg, als een obses ingekast door de tijd. Hardnekkig aanwezig en toch onbereikbaar. Waarom? Waarom niet? Zoveel liefde, maar ook schuldgevoel. 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 Schuld. 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 Dag, stoel naast de tafel. Ik moet altijd denken aan het gedicht van Paul van Ostaja als ik tussen alle vergeten spullen hier op zonder een oude stoel van mijn vader zie staan. Als die stoel eens kon vertellen. Dat beeld heb ik zo scherp op mijn netvlies. Koffie drinkend, lezend, vertellend, soms stille gedachten. Ik zie mezelf ook bij hem zitten. Op de grond, met mijn hoofd tegen de stoel of tegen zijn knieën. Ademloos luisteren naar zijn stem, die verhalen vertelde die hij ter plekke verzon. Of later, toen ik ouder werd, als hij mijn gedichten voorlas. Of vertelde over de boeken die hij gelezen had. Hij maakte me zo nieuwsgierig naar die boeken. Ik ben nog steeds een lezer. En ik denk dat ik dat op mijn beurt ook weer aan mijn kinderen heb overgedragen. Grappig, hè? Hoe die dingen gaan. Ik herinner me ook de discussies die ik met hem had. Vooral in mijn puberteit. Hij kon me soms zo uitdagen, die man. Het ging er dan soms zo fel aan toe. Hoe vaak ben ik niet huilend weggerend om er in de eenzaamheid van mijn kamer achter te komen dat hij waarschijnlijk toch gelijk had. Ik heb hulp gezocht. Ik moest wel. Ja, eigenlijk was ik het niet eens zelf die hulp heeft gezocht, maar was het Jan. Ik denk dat ik hem kwijtgeraakt zou zijn als ik dat niet gedaan had. Hij heeft me als een kind bij de hand gepakt en me meegenomen. Hij wist dat dat de enige manier was. Tja, en nu ben ik dus aan het opruimen, mijn hoofd leegmaken. Ik hoor mij soms verhalen vertellen die ik nog nooit tegen iemand anders verteld heb. Het zou bevrijdend moeten werken. Maar daar merk ik nog niet zo heel veel van. Ik zit er misschien nog te veel middenin. En dan word ik onrustig en dan ga ik lopen. In huis, om huis. En plotseling sta ik voor deze stoel. De stoel van mijn vader. Mijn vriendin heeft al 100 keer gezegd, doe dat oude ding toch eens weg. En natuurlijk heeft ze gelijk. Mooi is hij niet. Maar opruimen? Ja, opruimen. Ik denk dat ik het doe. Dat ik hem bij het grof vuilnis zet. Weg ermee. Of zou het nog te vroeg zijn? Mooie herinneringen. Maar niet alleen. Ik heb ook een ander beeld van mijn vader voor me. Mijn vader zonder discussies en zonder verhalen. Aanwezig in zijn stoel, maar tegelijkertijd mijlen ver weg. Onbereikbaar. Ik heb mijn vader nooit zien huilen. Echt, nog nooit. Ik weet niet of hij het niet kon, of dat hij het zichzelf niet toestond, maar... Wat er nog zo ongeveer het dichtste bij in de buurt kwam, is dat hij soms zomaar weg kon lopen. Ineens. Midden in een gesprek, soms midden in een zin. Dan haastte hij zich de kamer uit, en even later was hij dan weer terug. Ja, soms duurt het wat langer. Maar nooit een spoor van traan. Eind april, dan begon het.
Hij werd stiller, verstrooider. Hij trok zich terug in zichzelf. Hij was er wel, maar eigenlijk ook weer niet. Iedere ochtend vertrok mijn vader om naar zijn werk te gaan. Om 's avonds op de normale tijd weer thuis te komen. Later hoorden we dat hij die week altijd vrij was. En waar hij naar naartoe ging en wat hij dan deed, dat weet ik niet. Gek, hè? Het geeft je zo'n gevoel van verdriet. Vragen ook. Veel vragen. Er kon bij ons thuis over alles gesproken worden. Maar daarover niet. De oorlog. Mijn vader en de oorlog. Veel herinneringen uit mijn kleutertijd heb ik niet. Een paar maar. Wel mooie herinneringen. Een verjaardag. Fietstochtjes. Achterop bij mijn vader. Veilig achter zijn sterke rug. En de andere herinneringen. Ik ben 10 jaar na de oorlog geboren. Als kind heb je geen besef van een oorlog die geweest is. En dat is goed. Denk ik. Toch kwam bij mij het besef wel vroeger dan bij andere kinderen. Ik denk dat ik zo'n 7 was. Toen een klasgenootje bij het uitgaan van de school tegen mij zei: mijn vader zegt dat jouw vader heel slecht is. De onderwijzer bij de deur die greep niet in. En de andere kinderen giechelden en knikten. Ik weet nog hoe verontwaardigd ik was. En ik zie nog de tranen in mijn moeders ogen toen ik het haar vertelde. Toen zij me probeerde uit te leggen waar dat vandaan kwam. Ik was pas 7. Maar op die dag werd ik in 1 klap een stuk ouder. Alles veranderde. Ik wist niet waar ik met mijn gevoelens naartoe moest. Ik hield van mijn vader. Hij was nog steeds dezelfde man die mij getroost had als ik gevallen was. Die mijn koude handjes in zijn jaszakken stopte als ik achterop zat. Ik begreep het niet. De oorlog achtervolgde mijn vader. En via hem ons allemaal. Wat had hij meegemaakt? Wat zag hij voor zich als hij terugdacht aan die tijd? Hoe lukte het hem om de rest van het jaar een gewone liefhebbende vader te zijn? Vragen. Allemaal vragen waar geen antwoord op kwam. Hij kon er gewoon niet over praten, met niemand. Was hij bang dat hij zijn gevoelens niet onder controle kon houden? Als hij erover zou praten? Of was hij bang voor de pijn die hij zou voelen als het deksel ervan afging? Weet ik niet. En dus weet ik niks over zijn oorlogstijd. Ja, een paar dingen. Dat hij is opgepakt en in een werkkamp heeft gezeten in Duitsland. Waar precies, weet ik niet. Hoe lang, weet ik niet. Wat hij daar heeft moeten doen niet. Maar wat ik wel weet, is dat hij in de week voor 4 mei de herinneringen niet tegen kon houden. Mijn vader, in dezezelfde stoel, stil, ver weg met zijn gedachten, in een wereld die ik niet kende. In een verhaal dat hij niet kon vertellen. Moeders in alleen. Hoe eenzaam kun je zijn tussen al die anderen? Het maakt me nog steeds verdrietig.
mijn therapeut zegt dat het kan helpen als ik opschrijf wat ik mijn vader nog zou willen vertellen. Nou, dat vind ik moeilijk. Ik ben niet zo'n schrijver. En als ik dan een keertje iets op papier zet, dan kras ik het later toch weer door. Vind ik het niet belangrijk genoeg. Hij zegt dat het nooit fout is wat ik doe. Fout. Ik kroop meteen dicht. Jouw vader was fout in de oorlog. Fout, 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 fout. De oorlog was fout. Wat haatte ik die oorlog. Ik heb veel gelezen over de oorlog. En bij alles wat ik las, dacht ik aan mijn vader. Heeft hij ook? Zou hij ook? Ben ermee gestopt. Het was te confronterend. Ik probeerde alles te voelen alsof het mijn vader was. Het was afschuwelijk. Vooral ook omdat ik probeerde... Ik bedoel, vooral ook omdat ik vond dat ik hem tekort deed daarin. Hoe gruwelijk alles ook was wat ik las en me voor te proberen te stellen. De werkelijkheid moet vele malen erger geweest zijn. Hij moet afschuwelijke dingen hebben meegemaakt. Ik heb gelezen dat veel van die mannen, vaak jongens nog, door ondervoeding, uitputting en slechte hygiëne stierven. Ze werkten zich letterlijk dood. Mijn vader heeft geluk gehad. Hij moet het na vertellen. Alleen deed hij dat niet. Alsof het verdwijnt als je het wegstopt. Alsof geschiedenis iets is dat stil achter je ligt. Ik weet wel beter. Ik doe die stoel toch nooit weg. Stel je voor, ik en knopen doorhakken. Mijn therapeut zegt dat ik het ook aan mijn vader kan vertellen waar ik mee zit. En dat ik die stoel kan gebruiken daarvoor. Klinkt zo eenvoudig, maar doe het maar eens. Nou ja, alles hangt samen met die vreselijke oorlog. Ik haatte die oorlog en ik haatte jou ook. Ik heb geen idee wat je gedaan hebt en waarom je het gedaan hebt. Ik weet alleen dat je ooit dat besluit moet hebben genomen. Eén tel in je leven heeft dramatische gevolgen gehad. En dan denk ik niet alleen aan jou. Of aan mama en mij. Maar vooral die slachtoffers. En dan schaam ik me zo verschrikkelijk. Voor jou, voor mezelf. Dat ik jouw dochter ben. En dan word ik zo boos. En daarom zette ik me af tegen je af toen ik wat ouder werd. Trok ik die muur tussen ons op. En ik zag dat je er erg onder leed, maar dat kon me niet schelen. Sterker nog, daar was het me misschien wel om te doen. Nee. Geschiedenis kan je achtervolgen. Je kan er altijd weer een keer overvallen worden. En een onverwerkt verleden haalt je altijd wel een keer in. Dat zeg ik nu. Nu te laat is. Had ik veel eerder moeten zeggen. Word ook gek van af en toe en kwaad en verdrietig. Omdat ik zo aan mezelf ga twijfelen. Wat heb ik fout gedaan? Wat had ik anders moeten doen? Ben ik geen goede dochter geweest? Waarom? Waarom heb je dit verhaal niet verteld? Waarom heb je geen discussie van gemaakt, desnoods dat we te samen helden? Allebei. Waarom? Verdomme, mama, hadden we het toch samen kunnen doen? Toch?
van je. Dat weet je toch? Vertrouwde je me niet genoeg? Was dat het soms? Was dat het, pa? Vertrouwde je me niet genoeg? Is dat het? Is het nou misschien allemaal mijn schuld? Heb je nou je zin? Blijf ik de rest van mijn leven zitten met een schuldgevoel door die rotoorlog van jou? Je zou me maar hebben willen besparen, pa. Maar dat kan dus niet. Dus het een of het ander. Of beschadigd raken door te weten. Of kapot gaan aan schuldgevoel. Je kon die oorlog niet van me weghouden. Of wilde je dat misschien nog zo graag? Gek, hè? Wat er allemaal naar boven komt bij alleen het zien van een stoel. Het is zo dubbel allemaal. En het doet zeer. Weet je waarom? Omdat ik ondanks alle haat, woede en schaamte toch van je hield. Altijd van je ben blijven houden. En daar haatte ik mezelf weer om. Om wat ik jou met mij laat doen. Dat eeuwige schuldgevoel. Je had verdomme hulp moeten zoeken. We hadden allemaal begeleiding moeten krijgen. Misschien waren de dingen dan anders gelopen. Beslissingen nemen. Dat durf ik gewoon niet. Ik ben gewoon bang. Bang dat ik ooit ook zo'n moment zal kennen. Zo'n moment waarop ik de balans naar één kant laat halen. Dat ik een beslissing neem die fout is. En dat verlamt me. Begrijp je? En daarom laat ik altijd anderen over mijn leven beslissen. Leef ik dus nooit mijn eigen leven. Weet je wat zo gek is? Sinds mijn vader is overleden, merk ik dat ik zelf ook steeds meer en meer moeite krijg met de eerste week van mij. Dat ik stiller en stiller word en dat de tranen zo dicht achter mijn ogen liggen, dat ik ze op een gegeven moment niet meer tegen kan houden. En als ze dan komen, zijn ze ook niet meer te stoppen. Alsof ik al mijn vaders opgespaarde tranen huil. Alsof zijn verdriet zich heeft vastgezet op mijngene en een uitweg zoekt via mij. En als het waar is dat verdriet overdraagbaar is, hoe moet het dan gaan met mijn kinderen? Dat maakt me bang. Ik voel me schuldig. Weer. Altijd weer schuldig. Eén keer.
keer is het me gelukt om standvastig te blijven. Eén keer. Weet je waarom ik geen kinderen heb? Dat kon niet en dat mocht niet. Het moest stoppen hier, bij mij. Zodat mijn kinderen mijn schuldenlast niet zouden dragen. Mijn tranen niet zou moeten huilen. Snap je? Ik denk nog elke dag aan alle oorlogsslachtoffers. En ik probeer ze om vergeving te vragen. Hoewel ik weet dat dat niet kan. En ik ga. Nu is het weer doorherdenking. De tranen komen. Om al die mensen die de bezetting niet hebben overleefd. Al die mensen die onder gruwelijke omstandigheden via de verschillende kampen naar de gaskamers zijn gevoerd. Alle mannen die onder erbarmelijke omstandigheden te werk zijn gesteld in de Duitse oorlogsindustrie en dan niet of ten nauwe nood overleefden. Ik zie er geen gezichten bij, zoals mijn vader. Maar ik voel zijn verdriet, die ook gedeeltelijk de mijne is. En ik hou. Ieder jaar opnieuw. Ik hou mijn vader staan. Thank you.
Ik was er zelf enorm stil van. En ik moet zeggen, ik was blij dat er daarna nog een stuk muziek kwam. En in die tijd konden mijn tranen een beetje drogen. Want ja, het geeft me toch ook wel aan. Ja, Jannie, Christa, heel erg bedankt. Maar wij moeten jullie eigenlijk als organisatie nog een welgemeend excuus aanbieden. En dat is dan Jannie, Christa en Luc. En dit vanwege het feit dat we jullie steeds IJsselbloemen hebben genoemd. In plaats van IJsbloemen. En Jannie hebben we zelfs Jannie met een Griekse ei genoemd. En dat is Jannie met IE. En het vervelende is dat in alle publicaties, in alle krantenberichten, dit zo even staan. Nogmaals, onder excuus. Terugkomen op het programma. We beginnen met de eindregels van het gedicht Vrede van Leo Vromans. Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze 100 malen. Alle malen zal ik weer. Aan de buren zei het al eerder, naar aanleiding van 50 jaar bevrijding van Latum, verscheen in 1995 tussen tranen en trillende handen. Henny en Nina gaven hierin enkele herinneringen van Latums weer en illustreerden die met foto's. Inmiddels is het 70 jaar na de bevrijding. Enkele mensen uit Angelo, Giesbeek en Latum, die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt, zijn gelukkig ook in ons midden. Ze zijn geïnterviewd of gevraagd zelf hun verhaal op papier te zetten. De verhalen die ons bereikten zijn opgenomen in het boek welke 1 mei aanstaande uitgegeven wordt. Deze zijn, omdat het vaak interviews waren, in een leesbaar geheel in het boek geplaatst. Hierin komen zaken aan de orde die misschien niet bij iedereen bekend zijn. Dingen vergaan tot stof. Herinneringen verbleken en verdwijnen vroeg of laat. Dat zijn de wetten van de tijd. Zodra verhalen niet meer worden doorverteld, verdwijnen ze. In het boek met de titel Niet te vergeten, Angelo, Giesbeek en Latum in de Tweede Wereldoorlog, staan vele herinneringen, zodat ze niet verdwijnen. Sommige zijn kort na de bevrijding opgetekend, sommige 50 jaar later en sommige 70 jaar later. In de verhalen zien we dan ook een wisselend perspectief. Een drietal verhalen willen wij u vanavond tegen horen brengen. Vanuit ieder dorp 1 verhaal. Hiervoor vraag ik allereerst een aandacht voor Jan Dunning, welke het verhaal zal voorlezen van Wim Buurkes in de Bonk in de Oorlog van Nachten in Angelo. Ja. Staat te praten, heb je het gevoel dat het niet overkomt. Ik ga u het verhaal vertellen van Wim Buurkes. Dat is opgetekend in de bijeenkomst hier in Latum. Maar Wim heeft het verhaal beleefd, ik noem vooral beleefd, in Angerlo. Want wat in al die verhalen zo ook naar voren komt, is de belevenis van mensen en hun gevoel. Daar wordt soms een beetje aan voorbij gegaan, maar juist op zo'n avond als deze, waar we dat prachtige eenakter hebben mogen meemaken eigenlijk, want zo'n eenakter heeft ook gevolgen voor uzelf. U voelt daar wat bij. En zo hadden al die mensen in de oorlog ook hun gevoelens. En juist die gevoelens hebben we ook proberen wat naar voren te halen. En één zo'n verhaal is dus het verhaal van Wim Buurkes, wat ik mocht optekenen voor hem. Als je 7 jaar bent, en het is oorlog, dan weet je niet altijd wat er precies aan de hand is. Wat ik nu voorlees is opgetekend naar het verhaal van Wim Buurkes,
die dat vertelde op de bijeenkomst hier in Laten. 7 jaar was ik toen het oorlog was. We hoefden niet naar school, want in de school waren de soldaten. De Duitse soldaten hadden onze school ingenomen om er te bivakeren. Het was een vreemde tijd. Als jongen speelde ik soldaatje. Je zag het om je heen. En we hadden er ook de tijd voor. We konden immers niet naar school. Op een dag zag ik een Duitser komen en ik deed alsof ik een geweer op hem richtte. Juist op dat moment kwam mijn vader thuis van zijn werk. Hij greep me en ik kreeg een flink pak slaag. Het was blijkbaar gevaarlijk wat ik deed. Waarschijnlijk dacht mijn vader, je moet voorzichtig zijn met die Duitsers. We hadden achter ons huis een stuk land en verbouwden er groenten en aardappelen, maar ook tabak. Je kreeg van het werken met de tabaksbladeren van die vieze, bruine handen, zoals bij het werken met walnoten. Er kwam bij ons thuis 's avonds vaak een Duitser. Hij heette Johan en hij dronk koffie. Johan wilde die oorlog niet, maar hij moest. Om te kunnen koken en de kachel brandend te houden, moest er ook hout gehaald worden. We deden dat met een trekkarretje. En omdat wij tabak hadden, konden we veel voor elkaar krijgen. De Duitsers gebruikten het dunne hout voor in de loopgraven, wij mochten het dikkere hout meenemen. En voor tabak hielpen ze ons een handje. Op een dag ging ik naar het Eldrikse bossen om hout te halen. Daar kreeg ik met een Duitser te maken. Er kwam een vliegtuig overgevlogen, een jager. De Duitser pakte het geweer van de schouder en begon op de jager te schieten. De jager dook naar beneden en begon vanuit het vliegtuig met een mitrailleur op de Duitse soldaten te schieten. Er bleef niet veel van over. Ik wist niet wat ik zag. Ik was bang. Op een andere dag gingen we, ik en een vriendje van me, beukennootjes zoeken in het Bingerdense bos. Ten slotte kun je beukennootjes ook eten. We vonden een vreemd lang voorwerp dat ergens verstopt lag, ongeveer 10 tot 15 centimeter dik. Naar later bleek was het een panzervuist. Op de terugweg naar huis komen we Johan tegen, de Duitser die bijna iedere avond bij ons thuis kwam koffie drinken. Hij wilde weten waar dat vreemde ding lag. Ik ging met de man mee om het aan te wijzen waar hij lag. Hij pakte het ding voorzichtig op. Ik moest op de fiets gaan zitten en hij legde het ding op mijn schoot. Zo reden we op huis aan. Toen kwamen we een SS'er tegen. We moesten dat ding laten liggen, maar dat deed Johan niet. Ze wilden op ons schieten. Het waren angstige momenten. Uiteindelijk lieten ze ons begaan. Johan nam het ding mee en maakte het in het schuurtje onschadelijk. Als de Duitsers aan het oefenen waren, lieten ze wel eens haar handgranaten liggen. Wij gebruikten die dan om er vis mee te vangen. Het was niet zonder gevaar, maar je had wel in één keer veel vis. Gelukkig heb ik alles overleefd, maar oorlogje spelen is niets voor mij. Jan, dankjewel voor het verhaal. Ik ben natuurlijk ook, maar Wim is niet aanwezig. Hierna hebben we, wil ik het woord geven aan Geet. Geet Robbe Kelderman. Ja, dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal met een inleiding. Ik kom bijna jaarlijks bij Geet oliebol en appeltrappen brengen. En Geet heeft altijd een heel bijzonder ingerichte woonkamers eigenlijk, hè? Keukenwoonkamer. Volledig in de kerstsfeer, maar in de kerstboom hangt iets speciaals. En dat staat ook in het boek, om niet te vergeten. Dat zijn bepaalde sliertjes. En dat is eigenlijk anti-rara sneeuw. En, ja, en tijdens die bijeenkomsten, tijdens het afleveren van de oliebollen, komen vaak wat verhalen naar boven. En ja, zo heb ik eigenlijk Geet daar min of meer ingeluisterd om te zeggen van nou, dat verhaal moet een keer op papier gezet worden. En Harry heeft dat uiteindelijk ook gedaan. Dus het verhaal van Geet dat is opgemaakt naar aanleiding van de interviews met haar. Geet woonde tijdens de oorlog in Giesbeek.
In het huis waar je nu nog woont. Tegenover de Tutenburg, voor mensen die bekend zijn, een wit huisje aan de linkerkant vanaf hier te zien. Na het verhaal van Geert zullen we als eerbetoon aan onze bevrijders Amazing Grace horen van André Rieu en de Scottish Pipers. Zeg dat goed? Geert, in ieder geval goed voor jou. Mijn vader Herman Kelderman, geboren in 1904 te Doetinchem, maar hij woonde vanaf kind al in het Witte Huisje aan de Tutenburgse straat, vooraan in Wiesbeek, en zijn scheldnaam was de Rolf Kelderman. Hij vertelde veel over de oorlog. Hij was toen militair bij de Blauwe Huzaren. Hij moest de oorlog in, toen was hij al bijna 36 jaar. En hij had geen zin, vrouw en 5 kinderen had hij. Maar het liep goed af, door veel geluk. Want de Alexanderkazerne in Den Haag, waar hij zich melden moest, die werd meteen al gebombardeerd. Maar hij had geluk. Op een dag in de Vaderland was een vliegtuig weer geschoten. Jongens uit Giesbeek gingen kijken. Ook mijn broer Jan, die toen 15 was. En ze liepen er veel daar. Mijn moeder zei, wij hebben een vliegtuig in de schuur, maar Engelsen zie je niet. Op een dag kregen 3 Engelse piloten een schuilplaats in ons huis. Ze vroegen direct naar de vluchtweg. Vader ging met hen naar een slaapkamertje en wees hen erop dat ze door het raam weg konden. Terug in de keuken zagen ze een Duitser voorbij komen. Het regende hard. Broer Jan, die net thuis kwam, van de Waldenwaard, nodigde hem uit binnen te schuilen. Hij wist niet dat er Engelsen waren. De Engelsen vluchtten meteen. Het was doodeng. Er zat alleen maar een muurtje tussen. Vader was van de schrik zo wit als lijk en moeder zo rood als een biet. Ze dachten dat ze neergeschoten zouden worden. De Duitser vroeg vader, bist du krank? Ik heb een koksmerzen, antwoordde mij, mijn vader. Vader vroeg zich af of hij door de buurvrouw verraden was. De buurvrouw, dat was in hetzelfde huis. Niet de vergissen dus. Niet de buren aan de andere kant. Die woonden bij ons in hetzelfde huisje. Dat bleek niet het geval. Maar dat wist hij toen nog niet. Hij ging naar de man van de buurvrouw en vertelde hem het gebeuren. Die zei, als ze het lijf heeft. Was niet geen geweldige vrouw. Als ze het lijf heeft je te verraden, gaat ze eruit. Vader was ervan overtuigd dat hem dat ernst was. Ja, zo kan het niet werken, maar ja, dat was wel zo. Het was geen mooi mens. Dat zou je later ook horen. Jan en Frans kwamen uit Regio Glien, Limburg. Ze brachten de groeten van onze Drikkers over, die was hoofd van politie daar in Glien. Het waren sedeerde Duitsers, die eigenlijk niet wilden vechten. Ze kwamen wel eens in een avondje bij ons kaarten. Moeder stopte voor hen als het nodig was te sokken. De Duitsers zorgden er vaak voor dat er eten op tafel kwam. Zo jatten ze op een keer ergens aan de Zevenaarsweg een gans. En slachten die s'avonds in de keuken. Alles zat onder de donsfeer en iedereen liep te proesten. Op het einde, maar de hele buurt had lekker soep ervan. Op het einde moesten ze weg, naar Arnhem, om te vechten. Ze moesten de 2 paarden van de Vaderland meenemen, ze kwamen afscheid nemen en ze huilden beiden. Wij zagen ze nooit meer terug. Doris Wiegers, de rietdekker uit de Mensenstraat, die viel huis hier in later de rietdekker, vond een Duitse geheime stafkaart in de buurt van de Duitse barakken. Die stonden tussen de Uitmeense straat, de Landaanse straat en de toenmalige dijk waar nu het industrieterrein is. Hij heeft die kaart in de Robbenvelden daar verstoppeld en later opgehaald. Hij heeft die kaart tot na de oorlog bij zich gehouden. Hij verstopt hem in de voerkist van de koe, onderin. Mijn nichtje heeft deze kaart nog. De geallieerden beschoten in maart 1945 de Duitsers die bij de kerk in Giesbeek zich bevonden. Een afgezwaaide granaten verwoestte toen het dak en de muur van ons huis. Vader had een schuilkelder in de tuin gemaakt. Hij bracht ons erin onder. Ook een meisje dat op bezoek was
Het meisje dat op haar verjaardag nieuwe klompen had gekregen, schreeuwde om haar klompen. Mijn klompen, mijn klompen. En de kogels vlogen er rond. Bij de buurvrouw, die huilde met de Duitsers en die nooit thuis was, trof vader een babytje in een sinaasappeltje aan. En een meisje dat tegen de muur stond gedrukt. Beide waren zo zwart als roet, doordat de kachel en de schoorsteen uit elkaar waren geploft. Het babytje lachte nog. Terwijl de kogels hem om de oren vlogen, bracht vader hem naar de schuilkelder. De dikke stam van de berenboom, die er nog steeds maar nauw gekrompen is, hield veel kogels tegen. Dat was zijn geluk. Het huis was kapot en omdat het te gevaarlijk werd in die blik, moesten we evacueren. Lopend gingen we via de Tutenburg, langs Ubbing, langs Gerritsen, achterom, naar Arlo. We brachten daar enkele weken door bij de familie Tieken. Want nergens konden we met 8 man terecht, maar bij de familie Tieken wel. Het kleine huisje dat staat bij Smelting, bij de aannemersbedrijf, dat kleine boerderijtje staat er nog. Na de oorlog waren enkele mensen uit Arlo vastgezet op Averhoorn in Elkom, omdat ze lid waren geweest van de NSB. Mijn vader schreef in een brief aan koningin Wilhelmina dat ze partijlid waren geweest om een stukje weide voor de koeien in te grazen en om werk te krijgen. Hij vermeldde erbij dat het goede mensen waren die veel voor anderen hadden gedaan. Niet veel later waren ze thuis. Mijn vader verzamelde heel veel... Mijn vader verzamelde heel veel loodsliertjes. Zo'n 40 centimeter lang waren ze. Die gooiden ze uit de vliegtuigen, met massa vielen ze neer. Dit deden ze om de radar van de Duitsers te storen. Papa maakte er voor de kerstboom bosjes van, met een ijzerdraadje komt hij daar vast en hing ze als versiering elk jaar in de boom. En als eerbetoon voor al de jongens die voor ons gevallen waren. En ik doe het ook elk jaar weer. Dus nu al 70 jaar lang. Ze zijn nu alleen een beetje korter en erg breekbaar, maar ze hangen er elk jaar nog. Ik ben Geert zijn dochter. Hartelijk bedankt.
Heel bedankt voor het verhaal. Ali de Besiemeling, heeft in 1995 een papier gezet in het boekje Tussen tranen en treurdalen. Hetgeen ze nu zal gaan voorlezen. Hierna zal Floris Bremer enkele vragen aan haar stellen. Ali woonde in de oorlog in Watum op een van de 5 boerderijen, welke door de Duitsers, als heeft beschrijven dat die 2 militairen zijn doodgeschoten, in brand gestoken. Floris, die woont ook op de plaats waar een van de 5 in brand gestoken boerderijen stond. Ali, mag ik jou het woord geven? Floris, jou ook natuurlijk zo. April 1945, 5 boerderijen afgebrand. Als meisje van 9 jaar wil ik vertellen hoe ik het mij herinneren kan dat onze boerderij in de oorlog is afgebrand. Ons gezin bestond uit mijn vader, moeder, een zusje en een broertje en grootvader. We hadden 4 evacuees, meneer en mevrouw Kramer met 2 zoontjes. Mevrouw Kramer was zwanger. 3 april 1945 ging mijn moeder laat in de middag met een mandje naar het kippenhok om eieren uit te halen. Maar ze kwam zonder eieren terug en zat iemand in het kippenhok. Zoals ik later heb gehoord, was het een Engelsman of een Canadees. Ik noem het maar een Engels. Hij liep achter mijn moeder aan de kamer binnen. Zijn gezicht kon ik niet zien, want onder zijn helm zat stro dat voor het gezicht hing. Een geweer hield hij voor zich uitgericht. Ik kan me niet meer herinneren of er meer Engelsen waren. Ongetwijfeld wel. Hij gebood ons plat op de grond te gaan liggen. Mijn vader vroeg of het beter was dat we naar de kelder gingen. We hadden een hele grote kelder met gewelven. Toen we in de kelder zaten, hoorde ik dat er werd geschoten. Bij de buren stonden 2 Duitse wachtposten. We konden ze altijd vanuit ons huis heen en weer zien lopen. En achter de dijk lagen ook nog Duitsers. Je zag de helmen boven de dijk uitkomen. Vanuit de wc-raampje heeft toen die Engelsman de 2 wachtposten bij de buren doodgeschoten. Wij vonden later de lege hulzen op de wc. De Duitsers die achter de dijk lagen, zijn de IJssel overgevlucht richting Velp. Diezelfde avond zijn ook de Engelsen weer weggegaan. 'S Nachts werd er hevig geschoten. We zaten allemaal in de kelder. Opeens werd er een heel hard op de deur geboomd. En kwamen er 4, 5 of 6 Duitsers binnen. Ik kan het mijn aantal niet meer herinneren. Ze hielden geweren op ons gericht en schreeuwden heel hard: en roos, en roos. Het woord kan ik niet meer horen. We kregen geen tijd om een jas aan te doen. Mijn vader probeerde nog jassen te pakken, maar werd met de loop van het geweer in de rug weggeduwd. Mevrouw Kramer hield haar schot op om wat babykleertjes te pakken, maar kreeg daar beslist de kans niet voor. De Duitsers schreeuwden alleen maar: en roos, en roos. De boerderij stond met het voorhuis naar het zuiden en het achterhuis naar de dijk. Toen we uit het huis kwamen, zagen we dat het achterhuis al in brand stond. Ook zagen we bij de buren de boerderijen al branden. De hemel was helemaal rood. Het was 1 grote vuurzee. Ik hoorde om me heen huilen en koeien loeien. Daar bovenuit hoorde ik knetteren van de vlammen. We werden met z'n allen het veld ingedreven. Ik liep aan de hand van mijn grootvader. En mijn broertje Jan, hij was toen bijna 5 jaar, werd door mijn vader gedragen. Wij zijn naar de familie Wolters gelopen en zijn daar de verdere nacht gebleven. De volgende morgen zijn we met z'n allen teruggegaan naar waar de boerderij stond. Een hele rij koeien, paarden en varkens lagen als verkoolde hopen in hun stallen. En waarom is dit allemaal gebeurd? De Duitsers die nog aan de overkant van de IJssel zaten, waren kwaad dat de mensen, Engelsen, vanuit ons huis de wachtposten dood hadden geschoten. En uit wraak
Toen zijn de IJsseloven gekomen en hebben toen 5 boerderijen op rijen brand gestoken. De boerderijen waren van Bosveld, Van Schoten, Wolters, Wolsing en Siebelink. Hoe of ik het bij de andere boerderij gebeurd is, dat weet ik niet. Ik heb het verteld nu zoals ik het me kan herinneren toen ik 9 jaar was. Waar verbleef u de periode na de brand? Toen zijn we eerst dan naar de familie Wolters gegaan, maar later zijn we, mijn zusje en ik, zijn toen naar Doetinchem gegaan, waar wij familie hadden wonen. Dus wij werden gescheiden van mijn vader en moeder. Alleen mijn zusje en ik zijn alleen gegaan. Na de brand werd ook weer een nieuw huis op de plek gebouwd. Ja, eerst waren noodwoningen. Ja. Keerde u later wel terug naar het nieuwe huis? Ja. Ja, zijn we teruggekeerd. Ja. En hoe lang bleef u daar? In het nieuwe huis? Ja, hoe lang heeft u daar gewoond? Ja, totdat ik het huis uit ging, ik weet niet precies meer dan meer. Kon u naar school in de tijd van de oorlog? Ja, nou, soms wel eens een dagje en soms niet. Dat was, nee, eigenlijk bijna niet. Oh. tijdens de brand kwam er ook veel vee om. Kwam er vee om. Maar ja. Hoeveel vee was dat precies? Ja, nou, dat was toch wel 30 tot 40. Het waren niet alleen koeien, maar het waren kalfjes en varkens. En er was nog... Er waren ook een pony en die kwam eruit, maar hij was, de staart was helemaal verbrand. Ja, over de IJssel voer ook een veerbootje, vertelde u. Ja. En in de tijd van de oorlog, werd die dan alleen door de Duitsers gebruikt of ook voor Nederlanders? Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet, want er kwamen ook steeds mensen uit Arnhem en ik denk ook wel uit Velle. Want die hadden honger en die kwamen naar de boeren toe voor melk en voor aardappels en ja, wat ze maar krijgen. Want er werd echt veel honger geleden natuurlijk in de grote steden. Maar de meesten kwamen met fietsen en denk wel niet over de IJssel. Dat denk ik niet. Ja. Ja. Tim, Kate en Arie, dank voor jullie verhalen en Floris natuurlijk voor de gestelde vragen. De verhalen van alle drie zijn natuurlijk terug te vinden in het boek. Dan gaan we nu eigenlijk een beetje richting de afsluiting. Maar ik wil even terugkomen op wat de eenakte betreft. En ja, ik kan nogmaals niet anders zeggen dat hij op mij een enorme indruk heeft gemaakt. Het komt mij namelijk erg bekend voor dat je vader mij natuurlijk iets vertelde over zijn ervaringen tijdens een oorlog. En in mijn situatie was dat de oorlog in Indonesië, de politionele acties. Ik vond het erg confronterend. Maar Jan en Christa, ik wil jullie daar toch wel voor danken. Ja. Verder hopen we dat we u vanavond een kleine indruk hebben gegeven over de verhalen welke in het boek komen. Een ontzettend grote groep van mensen heeft zich hiermee bezig gehouden. En om te voorkomen dat ik personen vergeet, wil ik hen hier in zijn algemeenheid bedanken. Maar ja, zoals we vaak zijn er natuurlijk uitzonderingen die de regel bevestigen. En in dit uitzonderlijk geval wil ik in het bijzonder toch Jannie Alderwijk bedanken. En waarom wil ik haar speciaal bedanken? Jannie heeft namelijk vele interviews integraal op papier gezet. En het is een enorm tijdrovende klus. 1 interview kostte ons 9 uur en Jannie heeft er een 10-tal gedaan. Ik hoorde net ook al van een man dat ze ruim 1 uur bezig is geweest om het aan het papier toe te vertrouwen. Nou, het boek, uitreiking van het boek zoals Adriaan zei, zal op 1 mei zijn. Aanstaande om 3 uur in het Olderschop in Kiesbeek. In aanwezigheid van onze burgemeester Jan de Ruiter. Waarbij je natuurlijk allemaal van harte bent uitgenodigd. Nou, ik bedank net Jannie, maar ik wil eigenlijk Jannie dan naar voren halen. Want, en natuurlijk ook Christa. Ali, Floris, Geet, Jan, hebben we nog een
Dat doet je mag ook komen, maar ja, ik weet niet of je nog aan de knop moet draaien. Maar als je het op dit niveau haalt, is het goed. Met een gedicht, het gedicht van Ankie Pijpers, Als je de vrijheid tegenkomt. En Ankie Pijpers is medeoprichter van het Centrum voor Chinese Cultuur. Daar was ze van 1976 tot 1986 voorzitter van. En in 1962 is ze bekroond met de Anne Frankprijs. En het gedicht wat ik nu ga voordragen, lukt niet zo. Dat is tijdens de herdenkingsbijeenkomst in 2000. In de Nieuwe Kerk ook voorgedragen. Als je de vrijheid tegenkomt en de vrijheid staat stil, dan zeg jij, het kan overal zijn. De eerste sneeuw, de zomervakantie, een dag in mei. Het kan altijd. Een tv-journaal, een land ver weg, het dorp waar je woont. Kijk dan met je ogen. Kijk met je hart. Als de vrijheid stilstaat en jij zegt, loop dan niet voorbij. Wil ik allemaal hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Goede thuisreis wensen. En hopelijk allemaal tot 1 mei in het boek. 4 mei in Anglo in de Galleskerk bij de herdenking. We willen even klaarmaken voor ijsbloemen. 2 mei in de Lantaren. 4 mei in het Nunciatum. De tijden weet ik niet, maar het staat allemaal in de krant. Dank u wel.